En welkom in mijn werkkamer. Dit is mijn werkkamer op het Meertens Instituut. Die heeft bijna niemand ooit nog gezien. Dit is de allereerste aflevering van, hoe zullen we het noemen, NederL op video. Vandaag wil ik mijn column niet in geschreven vorm aanbieden, maar als video. Bij wijze van experiment. Er zit iemand naast mij, namelijk Jan Stroop. Jan heeft gisteren een nieuw boek uitgebracht. Oké, we nemen dit op, moet ik dan daarbij zeggen, op woensdag. Hè? De dag erna. De verwarring is nu al toegenomen. Het is vandaag, wat is het vandaag eigenlijk? De 24ste. 24 september. Op 22 september is Jan Stroop's nieuwe boek uitgekomen, dat hij mij nu gaat overhandigen. Hoop ik. Heb het al klaar en je moet het maar eens uitpakken. Oeh, wat een verrassing. Ja, dankjewel. Het is bijna Sinterklaas achter. Het is Sinterklaas zonder Zwarte Piet. Dankjewel. Oh, ik zal het even duidelijk zichtbaar uitpakken. De echte verschijningsdatum is eigenlijk de 23ste. Hoor. Dinsdag 23. Ja. Ren naar de boekwinkel of bestel het. Ik zal een link aanbrengen hieronder. Hieronder staat een link naar de online boekwinkel om dit prachtige nieuwe boek te kopen. Verschenen bij Atheneum. Bij Atheneum, ja. En ik heb het weliswaar net uitgepakt, maar ik had het al in elektronische vorm gelezen, zodat we erover zouden kunnen praten. Bovendien staan er verschillende stukken in die ook al op NederL verschenen zijn. Zeker. En die de lezers dus ook kunnen kennen. Maar kun je uitleggen waarom? Waarom eigenlijk dan ook nog een boek? Als het al online verschenen is. Omdat ik het graag bij elkaar heb. En omdat je dan toch een soort lijn erin kunt aanbrengen die bij losse stukjes een beetje verloren gaat. Die zitten dan natuurlijk ook wel in. De stukjes gaan altijd over ideeën die ik zelf heb. Maar nu kun je het dus bij elkaar zetten en groeperen. Want dat heb ik dus in het boek gedaan. Er zijn drie delen die ieder zo'n beetje een eigen terrein bestrijken. Ja. Daarom doe ik dat. En ik vind het leuk een boek te maken, man. Je ziet toch hoe leuk het eruit ziet? Ja, het ziet er heel mooi uit. En het doet een beetje denken aan het vorige boek. Hetzelfde opmaak is het nog meer. Het smaakt er naar meer. Misschien maar wat is die lijn? Wat is die lijn die nou, de belangrijkste idee is dat ik graag het publiek duidelijk, de mensen duidelijk kan maken, dat er toch nog iets anders is dan de stringente regeltjes die ze op school leren. Dat ons taalgevoel eigenlijk daar niks mee te maken heeft en eigenlijk daar los van staat. En dat je, als je op school komt, dan een heleboel zaken te horen krijgt die eigenlijk strijdig zijn met wat je van nature al geneigd bent te spreken. Dat idee wil ik een beetje helder maken door gewoon wat voorbeelden te geven. Ik heb zelfs een soort quizje. Heb je daar nu een voorbeeld van? Is een soort quizje erin gemaakt. Bijvoorbeeld, wat mensen al lang weten, is dat bij het werkwoord hoeven een ontkenning hoort te staan. Of een beperking, of wat ook. Ja. En het schijnt dat kinderen van 3 jaar dat al perfect beheersen, dat systeem. Ja. Daar gaan ze op de scholen gelukkig niks aan afdoen. Maar er zijn andere zaken waar ze op school... Maar hoezo een ontkenning? Want je kunt zeggen, ik hoef nog maar 3 minuten... Dat is een beperking. Maar als je dat maar weglaat, kan het dan niet meer. Ik hoef nog 3 minuten. Ja. Zou ik niet kunnen zeggen. Ja. Jij misschien wel, maar ik niet. Er moet dus altijd een soort beperking. Dat kan dus in de vorm van een voorzetsel zijn. In mijn boek staat een voorbeeld van een vrachtwagenchauffeur. Hij kon doorrijden zonder te hoeven remmen. En dan zit die beperking in dat voorzetsel zonder. Ja. En het leuke is, bij mijn spreekbeurten, laat ik dat zo de revue passeren, dat soort gevallen, dat iedereen dat aanvoelt. Dat het daarin zit. Dat dat de conditie is van het werkwoord hoeven. Maar er zijn allerlei theorieën over hoe dat eigenlijk kan. Dat wij dit soort dingen weten. Hè? Je weet niet wat je weet. Je pikt dit op uit wat je om je heen hoort. En dat is het wonderlijke, vind ik. Dat is het wonderbaarlijke van taal. Dat je dingen die zo moeilijk zijn, moeiteloos oppikt, weet toe te passen, zonder dat je ze kunt uitleggen zelfs. Al die dingen die uitgelegd moeten worden, die beklijven niet. Ja. En dat zijn dus die gevallen waar ik dus eigenlijk altijd op de aandacht op vestig. Hè. Die dingen die uitgelegd moeten worden, groter dan en even groot als, die beklijven niet. Die krijgen nooit vaste grond in je brein. Die vestigen zich daar niet. Het blijft een aangeleerd kunstje, alsof het iets van een vreemde taal is. Maar wat is dan het verschil tussen die twee dingen? Tussen welke twee dingen? Tussen hoeven dat je zo oppikt, en groter als en groter dan. Ja, maar, waar je zo enorm veel moeite mee moet. Ja, iedereen is geneigd om groter als te zeggen. Dat hoor ik van diverse mensen die kleutertaal onderzocht hebben.
Het is nog nooit echt... Nee, dat lijkt me onzin. Dat is, toch dat is onzin? Dat iedereen geneigd is om grote als te zeggen. Ja, dat is zo. Dat is... Maar bijvoorbeeld Engelsen, die zijn toch niet geneigd om grote als te zeggen? Ja, maar die hebben een eigen moedertaal en met een eigen gevoel dat er aan gekoppeld is. Tuurlijk, elke taal heeft zijn grammatica. Grammatica dus niet in de vorm van een boek dat vol regeltjes staat, maar een systeem dat in je brein terechtkomt tijdens de tijd. Maar is het, dus het Nederlands is een soort af, voor jou een soort afgescheiden ding van het Engels? Wel, en ja, het zeker. Dat kan daarvan verschillen. Gaan verschillen. Mijn idee is ook dat taalgevoel ook meegaat, mee evolueert. Dingen die vroeger ongrammaticaal gevonden werden, die voelen wij nu als juist als grammaticaal. Ik geef dan altijd het voorbeeld van u hebt. U als subject kon niet in de 19e eeuw. Dat druiste in tegen ieder taalgevoel. Zelfs Multatuli was daar boos over. Ja, okay. En nu doet iedereen het. Dus blijkbaar is ons taalgevoel wel flexibel. En die grammatica van ons ook. Maar als het eenmaal zo is... Maar kunnen we dan niet een taalgevoel ontwikkelen waarin groter dan wel per se... Dat zou best kunnen. Maar het gebeurt niet. Waarom gebeurt het niet? Ja, nee, waarom heeft iedereen ik stel de vraag. Waarom gebeurt het niet? Dat zou ik niet weten. Dat zou ik niet weten. Blijkbaar heeft de Nederlander genoeg aan één voegwoord van vergelijking. Zowel bij ongelijkheid als bij gelijkheid. Dat is mijn idee. Ja. Daarom is dat al zo snel opgekomen. Want als je kijkt hoe snel dat gegaan is in de 16e eeuw, dat is in de tijd van twee generaties, heeft het heel ons taalgebied veroverd. Ook in geschreven taal. Mm-hmm. En de dialecten illustreren dat nog steeds. Groter dan komt in de dialecten niet voor. Totaal niet. Ja. En aanvankelijk wel. Aanvankelijk was er die tweedeling. Het feit dat dat al zo'n succes had, blijkt dat het in een behoefte voorzag, om het zo maar eens te zeggen, maar in elk geval paste binnen het systeem dat de Nederlander behagelijk vindt, of waar hij zich prettig bij voelt, of wat past in de grammatica. Wat ik trouwens ook altijd beweer, is dat alle geen één taalverandering komt zomaar uit de lucht vallen. Er is altijd ergens een kiem aanwezig in dit systeem, dat die op een gegeven moment weer vruchtbaar wordt, en die zich beter verbreiden en opgenomen wordt in de grammatica van de gewone taalgebruiker. Ja. Zich beseffen en beseffen. Dat is gewoon een pendule ontwikkeling met beseffen. In de middeleeuwen was het beseffen zonder zich. Dan komt de periode met zich beseffen. En nu is het weer beseffen zonder zich. Maar je ziet dat een heleboel mensen weer dat zich gebruiken. Blijkbaar. Maar laat dat niet zien dat dat hele idee van er is een taalsysteem en dingen vallen erin. Dat is blijkbaar ruimte voor alle twee. Of niet? Maar we zullen niet elkaar beseffen zeggen. Waarom is het dan wel zich beseffen? Ja, dus, jou, je hebt een soort, dus wat jouw twee boeken verbindt is een slogan van wat je niet kan zeggen. Wat je niet kan, heb je het nog niet je eigen gemaakt? Wat de kleuters kunnen het allemaal zeggen. Want, oh ja, inderdaad. Het wordt dagelijks op scholen gescandeerd. Wat niet kan, kun je niet... Wat je niet kan, kun je niet zeggen. Ja, wat niet kan, wat je kan, kan niemand zeggen. Wat niet kan, ik bedoel daarmee wat niet grammaticaal is, kan niemand zeggen. Morgen, ik kom hoor, dat zegt geen één Nederlander. Maar hun hebben gelijk, dat zeggen 100.000. Dat is het verschil. Ja, maar het kan wel veranderen in die richting. Dus wat betekent het om te zeggen, dat zegt geen één Nederlander? Nou, morgen, op een dag staat er een Nederlander op die het wel zegt. En dan? Eén Nederlander, maar daar heb ik het niet over. Ik heb het over 100.000 die hun hebben gelijk zeggen. Honderdduizenden. Ja, maar dat is begonnen met één. Dat toch? Weet ik niet. Dat zou best kunnen. Het zou kunnen, maar misschien ook wel misschien dus iedereen tegelijk opeens hun hebben begint. Er zijn een heleboel dingen die op verschillende plaatsen tegelijk kunnen ontstaan. En die dan gewoon het hele taalsysteem, van de hele taalgemeenschap weten te bereiken. Neem nou de verkleinwoordvorming. De assimilatie van dat kussuffix, hondekun, aan een woord met T eindigt, dan ontstaat er het suffix met een T. Hè? Ja. Balletje, dat T-suffix. Dat is op twee verschillende plaatsen tegelijk ontstaan. In Noord-Holland en in West-Vlaanderen. Die assimilatie. Omdat assimilatie zo'n natuurlijk proces is, kunnen zulke dingen op verschillende plaatsen tegelijk ontstaan. Oké, maar goed. Dus dan even terug naar het morgen ik kom. Morgen ik kom, ja. Dat kan best op een bepaald moment veranderen. Bijvoorbeeld, ja, in het Engels is het veranderd. Maar er is geen één Nederlander die het hoort zeggen. Ja, maar, maar je hoort het wel Engels te zeggen. En Engels hadden vroeger dezelfde woordvoegwoorden als Nederlands. Dat is zeker. Dat heb je ook in je blog al een keer beweerd. En het is ook waar natuurlijk. Het is geen bewering. Het is een feit. Ik hou vast van de dingen die juist zijn. Maar die volgorde in het Engels is niet zomaar alleen op dat kleine puntje gaan veranderen. Het was een heel complex van veranderingen. Waaraan met de volgorde van de zin te maken heeft. Waardoor dit ook kon gebeuren.
Het is niet zomaar een geïsoleerd feitje, die volgordeverandering in het Engels, maar een hele complex van volgorde van de indirecte en directe objecten. Het speelde allemaal een rol, waardoor uiteindelijk deze volgorde in het Engels is ontstaan en grammaticaal geworden is. Maar wat betekent dan die slogan? Wat niet kan, kun je niet zeggen? Nou, dat mensen morgen, ik kom, kunnen ze niet zeggen. Dat is blijkbaar niet grammaticaal in het Nederlands. Ja, maar misschien kunnen ze het morgen wel zeggen. Ik heb het nog niet zien gebeuren. Ik wacht het moment af, dan bel ik je. Als ik er eentje aantref die het zegt. Oké, goed. Er was nog een ander onderwerp dat ik wilde aansnijden. Waar je noemde zelf al dialecten. Ja. En we zijn hier op het Meertens Instituut. Zeker. Waar ik werk, waar jij hebt gewerkt. Ja. Dus dat is één van de dingen die wij gemeenschappelijk hebben. Ja. En in je boek, eigenlijk in dit boek, in het vorige boek kwamen die dialecten niet zo heel erg aan bod. Ook wel, in het derde gedeelte toch wel, ja zeker. Ook wel, maar goed. Maar in dit boek geven ze in ieder geval een duidelijke plaats gekregen. Zeker. Hoe gaat het met de dialecten? Hier in dit geval gaat het fantastisch. In dit geval gaat het fantastisch. En in de landen lopen ze terug. Althans, de echte diversiteit verdwijnt gaandeweg. Dat weten we allemaal. Hè? Dat er dus convergering plaatsvindt en dat de dialecten toch gaandeweg op hun retour zijn. Al zullen ze nooit helemaal verdwijnen. Is mijn idee. Waarom? Nee, omdat mensen daar op een bepaalde manier aan hechten, aan het persoonlijke, aan het typische. Sommige mensen hechten eraan dat hun dialect verschilt van dat van het naburige gebied. En dat kan een factor zijn waardoor dat dialect toch stand houdt. En de dialectologie dan? Hoe gaat het met de dialectologie? Daar gaat het heel slecht mee. Dat we zeggen, echte dialectologie bestaat nauwelijks meer. Ja. Want ik heb dat grote boek Language and Space is doorgenomen. Daar vind je bijna niets meer van de traditionele dialectologie in terug. Ja, nee. Ik ben toen aangenomen om de talentas te verzorgen. En dat is hoofdzakelijk een woordatlas. Nou, er komen geloof ik in dat hele dikke boek van 1000 bladzijden, 10 bladzijden over woordgeografie voor. Dat zou 15 jaar geleden onbestaanbaar zijn. En nu is het bijna een verdwenen onderdeel van het vak. Maar is dat erg? Dat hoor je me niet zeggen. Nou, maar dat vraag ik aan. Ik vind het wel jammer, want er waren natuurlijk toch dus leuke dingen. Ja, ik vind het jammer. Maar er gebeuren andere dingen die ook mooi zijn. Er komen ervoor in de plaats. Blijkbaar kan niet alles tegelijk. Blijkbaar verschuift de aandacht van de... Ik vind het wel interessant. Dus is er, want het is wel interessant om na te gaan. Oké, dus het wordt vervangen door iets anders. Dat anders ook interessant, ook heel belangrijk. Ja. Maar wat verdwijnt er? En is het erg dat verdwijnt? En moeten we iets doen om te zorgen dat behouden blijft? Woordgeografie was in hoge mate ook een soort cultuurgeschiedenis. Hè? Want je onderzoekt de verbreiding van verschillende synoniemen, heteroniemen op een woordkaart. En probeert daar een verhaal bij te ontdekken. En dat betekent meestal een cultuurhistorisch verhaal. Hè? De invloed van het Romaanse taalgebied kun je heel duidelijk aflezen aan sommige woordkaarten. Ja. Nou, dat is een interessant onderzoeksgebied. Maar het is blijkbaar uit de belangstelling geraakt van de dialectologen. Misschien moeten de historici daar zich mee gaan bemoeien. Zou denkbaar zijn. Het is geen pure taal. Het is natuurlijk geen taalkunde. Woordgeografie. Het is woordgeografie. Ja, weet ik. Ik was vorige week, toevallig was er hier op het Meertens Instituut een lezing van iemand die de hele tijd als volkomen vanzelfsprekend aannam. Dat wat het betekent om taalkundig te zijn, betekent dat je geïnteresseerd bent in kaarten. Dat vind ik een rare stelling. Die zou ik, terwijl ik toch alle mogelijke kaarten gemaakt heb, die stelling zou ik niet onderschrijven. Dat is onzin. Maar waarom is dit geen taalkunde? Dit is toch ook taalkunde? Nee, maar de herkomst van woorden. Nou, laten we het dan een heel bijzonder soort taalkunde noemen. Ja, maar ja, alle taalkunde is heel bijzonder. Oké, nou dan is het jammer dat die tak van de taalkunde aan het verdwijnen is. Want dat zie ik wat gebeuren. Hier op het Medisch Instituut wordt er niets aan gedaan meer. Nee, dat is helemaal weg. Ja. Dus die, En dat zie je dus ook aan dat boek, dus wat ik net noemde. Hè? Dat het daar praktisch in afwezig is. Welk boek noemde je daarnet? Language and Space. Language and Space. Een heel dik boek, dames en heren. Wie dat uit kan lezen, verdient een pluim. Ja, dat is ook een heel mooi boek. Ik zal ook hier beneden een link zetten naar dat boek. Dankjewel, Jan, voor dit geslaagde experiment. Je moet een beetje deze kant op komen, want je bent een beetje buiten beeld. Je ziet dat ik bescheiden ben. Ja, en kijk even naar de... Ja. Kijk even naar de mensen, zwaai even naar de mensen. Dat doe ik niet, dat moet je doen. Zwaai namens mij. Ik zwaai namens Jan. Hier beneden kunnen jullie ook weer discussiëren. En vertel bijvoorbeeld of je dit een goed idee vindt of niet. Dag.